Alright boys, welkom terug bij een nieuwe video van de Crew Motorfest. En vandaag gaan we beginnen aan een gloednieuwe playlist. En dat is Dream Cars van Supercar Blondie. En voor deze playlist hebben wij een heel bijzondere auto nodig. En dat is de Lamborghini Equista. Dus die gaan we zo meteen aanschaffen. Die heb je nodig om deel te kunnen nemen aan het kampioenschap. Dus dat is een duur grapje, die auto kost $1 miljoen. Ja, we hebben hem nodig, dus dat gaan we doen. En ik ben ook benieuwd of we daar een bijzondere auto mee kunnen winnen. Want als het goed is, krijg je aan het einde van elke playlist krijg je een auto. Dus gezien het feit dat je hier al $1 miljoen voor moet uitgeven om te beginnen, gok ik dat je best wel een dikke auto kan winnen. Maar nogmaals, ik heb geen idee. We gaan hem ook niet afmaken vandaag. Want dat zal te lang duren. Maar we gaan sowieso een beginnetje aanmaken. En er is hier ergens een treasure. Ik heb hem al gevonden. Oh, die was moeilijk. Wait. Heb ik deze eerder ook niet opgehaald? Ik kan me herinneren dat ik letterlijk deze eerder heb geopend. Dus die dingen spawnen opnieuw. Wow, $40.000. Lekker, man. Legendary tires. Hell yeah. Nou, dat is nog eens het begin. En wil je dit begin nog beter maken? Drop een likeie. Dankjewel. En dan rijden we rustig door. En het is 4 kilometer dat we nog moeten rijden. We rijden in onze nieuwe Honda. Deze was volgens mij onderdeel van die Carpass. Ik had hem niet eerder gebruikt. Dus ik dacht, weet je wat? We gaan hem eens even testen. Ik heb alleen wel even die neon verwijderd. Want die neon die eronder lag was echt gigantisch lelijk. Maar naast dat is hij volledig standaard. Daar moeten we zijn bij dat blauwe ding. En oh, er zijn, oh god, we starten een escape. Ah! Oh, no. Komt hij eraan? Die komt eraan. Oké, we moeten even doorrijden. Ja, prima. Dan rijden we even langs. Ik neem aan dat we die cirkel toch niet heel lang voor kunnen blijven. Zolang we die 1100 meter maar halen, dan is dat wel prima, joh. Dan hebben we tenminste nog onze cash. 3, 2, 1. Ah! Nou, helemaal prima. Dat is een 100.000ste. Dat is niet echt geweldig. Maar hier moeten we dus zijn. En ik denk dat het beste wat je kan doen, is telkens maar gewoon één playlist doen en hem afmaken. Want aan het einde van die playlist krijg je ook een geldbonus. Maar ik denk dat het voor de video's leuker is om iedere keer wat nieuws te kunnen zien. Dus vandaar dat wij alles door elkaar in doen. Maar ik raad jullie aan om ze gewoon één voor één af te maken. Want dan heb je waarschijnlijk ook dat geld om die auto te kopen. Dat hebben wij nou dus niet. Dus wij gaan het anders doen. Wij gebruiken daarvoor onze crew credits. Kijk, $1 miljoen of 142.000 crew credits. En die 142.000 is best wel veel. Want ik heb in totaal maar 720. Nogmaals, dat is heel veel hoor. Maar in verhouding is dat al meer dan 1/7 van mijn volledige budget. Welke kleuren zullen we doen? Ik vind hem op zich wel prima in het grijs. We kunnen even oranje gaan. Dat is echt afzichtelijk. Wit kan, zwart, groen. Je hebt ook die rode ramen. Dus waarschijnlijk laten we hem gewoon grijs. Lijkt ook een beetje op een fighter jet. Sowieso een hele rare auto om te zien. Wij kunnen gaan voor zwarte rims. Is misschien mooier, maar omdat we hem nou grijs hebben gedaan, laat hem zo. 142.000 is belachelijk veel. Maar hey, we doen het voor de content. De Lamborghini Equista. Ja, ik ben echt heel benieuwd wat we gaan krijgen aan het einde van deze playlist. Waarschijnlijk dat sommigen van jullie het al weten. Ik heb geen idee. Ja, dit is dus een playlist met gewoon hele rare conceptauto's. 100 dat ding. Die is waarschijnlijk mooi. Ik had liever die gehad dan die we nou hebben gekocht. Gather the best concept cars ever made and put you in the driver's seat. Nah. Waar gaan we mee beginnen? Waarschijnlijk met mijn Equista, want ik had hem nodig. Dus mag hopen dat we daar mee beginnen. Nou, we gaan aan de slag. Ik zit in mijn nieuwe Lambo. Ja, ik hoop dat we deze dus mogen gebruiken in de race. Maar dat zal ook wel. Oeh, die was ook nice. Dit is waarschijnlijk een van de lelijkste conceptauto's. Ik vind dit ding echt afgrijzelijk, maar nou ja, wat moet, dat moet. En er is een foto op nearby. Burning Views. Voor 22.000. Weet je wat trouwens raar is? Als je hierin gaat stappen, dan is alles dus alles is oranje. Vanwege die ramen. Dat ziet er zo gek uit. Ik weet niet wat dat, de reden achter is. Als iemand dat weet. En wat me trouwens opvalt is dat die FOV veel groter is dan in de Crew 2, of niet? Oh, shit. Ah! Want volgens mij zaten we altijd heel kort op het stuur. En hierbij zit ik heel ver vanaf.
Maar misschien dat het lijkt. Maar ja, Dream Bulls. Zal dus wel Lamborghini zijn. Hier gaan wij beginnen. Wat een gek ding. Is dat mijn auto? Dat is niet mijn auto. Volgens mij... Ik heb geen idee. Dat is niet mijn auto in ieder geval, dat weet ik wel. Maar dat is dus raar. Waarom ik dus deze auto moest kopen als ik hem niet hoef te gebruiken? What's up, guys? Wat wil je van me? Here in Hawaii at Motorfest, and I'm ready to introduce our very nou, welkom in Hawaii, chat. I reckon if we're gonna do this, we gotta start big. Is dat nek aan nek? Tegen elkaar? Lamborghini. Right. You can choose between the very rarely ik vind die andere seen stuk Lamborghini mooier. Egoista or the I cannot believe this is real Terzo. Dat ding is vetter. Dat ding is 100% vetter. Laat maar de comments achter. Welke van de twee vind je vetter? Links of rechts? Ik ga voor links. Of ja, nou is het rechts. Nou draait erom. Luister. Ik ga met die auto rijden. Het spijt me zeer dat ik die andere heb gekocht. Maar waarschijnlijk dat we deze voorlopig nog niet zullen gebruiken. Dus pakken we voor nu toch even deze. The most futuristic Lambo ever made. And let's be honest, you can never go wrong with a Lamborghini. Vraag me af hoe duur deze is. Omdat ik die andere moest kopen voor een mail. Ja, dat ding is zeker vetter. Ja, dit ziet er ook wat normaler uit. Maar dit is elektrisch. Oeh. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Wat is dit? Is het een soort van time trial dingetje? Want ik heb 23 seconden en we zitten op 7%, dus dat gaat het niet worden. Dus waarschijnlijk dat we telkens extra tijd krijgen bij die checkpoints. Dat is wel lachen. Dat is wel leuk. We gaan eens even naar binnen, want dat is waarschijnlijk ook bijzonder. Oh! Kijk dat stuurtje! Dat kan toch niet fijn zijn? Deze auto voelt niet eens zo heel snel, maar dat komt hij geen geluid maakt. Want ik reed daar gewoon 350. Snel is hij wel. Ik heb ook een speedometer in de midden, die zag ik niet eens. Kijken of we die weer naar 350 kunnen werken. Of niet? Hij lijkt in het begin veel sneller. We gaan zo meteen wel even kijken hoe duur deze auto is om aan te schaffen. Ja, ik zal dat sowieso niet nu gelijk doen. Maar ik ben wel benieuwd. Dus dan weten we dat voor de volgende keer. Want uiteindelijk is het de bedoeling om gewoon weer alle auto's in de game te halen. Dat zal nog wel even duren. Ik denk ook wel dat als ik de campaign, of in ieder geval de main ding heb uitgespeeld. Dus al die playlists. Dat ik dan waarschijnlijk mijn auto's ga overzetten. Ik weet niet zeker of ik dat ga doen. Ik denk het wel. Ik wil niet lastig doen, maar volgens mij wordt het wel telkens krapper, of niet, qua tijd. Want ik heb nog 12 seconden, die gaan we wel halen, maar ik rijd de hele tijd best wel flawless. Dus het is geen makkelijke challenge. Maar ik weet niet of we het halen. Ja, dat halen we waarschijnlijk net. Maar dan hebben we misschien weer problemen bij de volgende checkpoint, want het loopt telkens door. Dus de tijd die je overhoudt bij deze, die gebruik je weer voor de volgende. Maar ik weet niet, ik denk niet dat we dit gaan. Dat gaan we echt niet halen. Dit gaan we 100% niet halen. Hoe is dit mogelijk? Hoe is dit nou? Gassen! 3, 2, 1. Holy, het leek verder op de minimap dan dat het daadwerkelijk was, maar alsnog. Dat was close. 2,58. Oh, je hadden die difficulty omhoog gezet. Dit is het hoogste niveau. Dat zal waarschijnlijk de reden zijn. Dat is wel een vette race. Ik dacht in het begin, het is misschien een beetje saai. Gewoon een checkpoint race. Maar omdat het op een gegeven moment zo... Ja, zo close werd. En we hebben een hele opnieuw parts voor hypercars. En nu zitten we dus weer in deze. Ik hoop dat we deze ook nog gaan gebruiken. Want ergens voelt het een beetje lullig dat ik hem gekocht heb en dan niet ga gebruiken tijdens de race. Dat is een beetje raar. Dus ik heb daar eigenlijk een tikkeltje spijt. Weet je wat een beetje lullig is bij deze dingen? Die andere auto's veranderen niet in ghosts. Waarom niet? Want dat kan het allemaal behoorlijk lastig maken. Dat bedoel ik!
Oké, we gaan dit sowieso wel gewoon halen. Oké, nou. Ben je een beter voorbeeld? Ik heb precies waar ik moet zijn. Dit was een nette run. Dit is ook onze eerste hypercar. Heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Dat vind ik eigenlijk best wel een beetje lullig. Want ik wilde deze auto niet als mijn eerste hypercar. Maar we moesten wel. Ik maak de regels niet. En hier is... Oh, dat is dezelfde die we net hebben gedaan. Waarom staat hier mijn marker weer? Er stond weer Iguista. Tegen die... Is dit nou niet dezelfde race? Dit is niet dezelfde. Oh. Oké, nou gaan we wel onze eigen auto gebruiken. Nou gaan we het wel doen. We gaan dus aan de slag met onze egoïstische auto. Weet je wat het is? Het klinkt op zich best wel goed gewoon. Egoïsta. Maar als je het vertaalt is het een beetje raar. Maar dit is een 1 tegen 1 race. Je zou zeggen dat die andere auto veel sneller moet zijn, want die is elektrisch. Wij hebben in ieder geval die nos, dus dat scheelt, maar... Elektrisch zou sneller moeten zijn. Dus ik denk dat dit geen makkelijke race gaat zijn. Maar we zullen zien. Ik vind het wel jammer dat het weer een beetje zonsondergang is. Het zag er net veel vetter uit met die slalomrace. Oh, dat ding is snel weg. Kijk hoe snel die weg is. Oké, what? Oké, dit wordt een hele nare race. Kijk hoe snel hij is. Ik heb de verkeerde auto gekozen, that's for sure. Ik weet niet of het helpt als we onze auto upgraden. Want het is zo'n playlist event. Ik weet niet of je dan... Kijk, normaal gezien krijg je loners. Nou is het mijn eigen auto, dus ik zou er in principe aan kunnen doen wat ik wil. Misschien dat we dat moeten doen. Kijk op de minimap. Hij rijdt nou zo ver voor? Ik maak geen schijf van kans. Oké. Nee, dit wordt hem niet. This race is unprecedented. Ja, maat. Ik maak geen schijn van kans. Hij rijdt letterlijk aan de andere kant van de map. Ik weet niet wat de tijd... Ruim 5 seconden. Ruim 5 seconden voorsprong. Ik zou deze race ook opnieuw kunnen doen en dan die auto kunnen pakken. Misschien dat het verstandig is, maar ik wil kijken of we inderdaad onze auto kunnen upgraden. En dat zal helpen. Want ik wil nog niet dat niveau omlaag gooien. Dat vind ik eigenlijk... We lopen trouwens ook in. Het is alleen zo minimaal. Het is raar dat hij op één punt gewoon echt zo hard uitliep. En dan loopt hij weer uit. Maat, ik ga niet sneller dan dit. Oh, ik moet hier op mijn rechts. Ja, ik kan niet sneller. Hij loopt gewoon uit. 6,5 seconden al. Ik heb hier 140.000 crew credits voor betaald. 140.000! En alsnog word ik vernederd. 2,52 is volgens mij serieus een best wel nette run. Ik heb nergens fouten gemaakt. Ik had misschien wel sneller kunnen zijn. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat zit als ik nou mijn auto ga upgraden. Of dat werkt of niet. We doen het voor science. Oh, je kan deze ook customizen? Wait. Oh, je kan daadwerkelijk dingen aanpassen. Lol. Ik had niet verwacht dat er echt dingen zouden zijn. We hebben 9 verschillende volbumpers. Oh, je kan het oranje weghalen. Dat is op zich wel nice. Oh, het zijn gewoon puur kleuren dingen. Oké, dit zijn geen andere... Oh. En dan Defenders. Oh, een spoiler. Ik weet niet of deze auto een spoiler nodig heeft. Op zich mag het wel. Zeker te weten. Alleen dan zullen waarschijnlijk die flappen niet meer werken. En die flappen zijn op zich ook wel nice. Maar, Nee. Ja, ik denk dat we sowieso spoiler doen, deze. 20k. We doen het nog even zonder spoiler, oké? Daar komen we misschien later ooit nog op terug. We doen het even zonder spoiler. 20k voor één onderdeel vind ik een beetje veel. Maar ja, we doen dus even deze dingen. En we gaan kijken of dit helpt. Dit is ook wel een makkelijker systeem trouwens. Overzichtelijker. Ik had eigenlijk de kleuren van mijn auto moeten aanpassen. Dan kon ik zien of dit daadwerkelijk mijn eigen auto is. Maar ja, dat heb ik niet gedaan. Ik zou ook niet weten wat voor kleur ik anders zou doen. Ik vind de kleur wel nice.
Die spoiler had ik kunnen doen, maar dat was duur. Dat was een duur upgrade. En zijn wij nu... Oh shit. Zijn wij nu sneller? Ik zou het niet weten. Ik kan proberen om hem nou continu af te snijden, die auto. Dat hij er niet langs kan. Dat is ook altijd nog een optie. Al is deze race zo lang dat ik dat nooit zo lang kan volhouden. Denk ik. We zullen zien. Mijn auto lijkt sneller dan net. We're in first position, everyone. Dus ik denk inderdaad dat die... No, je kan niet langs! Ik denk inderdaad dat die, die parts wel geholpen hebben. Dit is alsnog een heel spannende race. Ik wil hem gewoon niet langs laten, want zodra hij er langs is... Dan kan hij zo snel weg zijn, dat hebben we net wel gezien. Dat ik maar gewoon zo lang mogelijk kan uitstellen. Ga weg! Hij blijft gewoon continu tegenaan beuken. Dit is een dure auto. Pas op, man. I mean, die auto... Nee! Die auto zal niet veel goedkoper zijn. Maar het is wel een spannend race, zo. Daar valt niks van te zeggen. Ga weg! Het is nou op de helft. Ja, net reden we hier echt ruim 5 of 6 seconden achter. Dus de auto is sneller. Al blijf ik erbij dat het waarschijnlijk ook geholpen heeft dat ik hem nou iedere keer afsnij. Dus hij krijgt niet de kans om volle bak te gaan. Daar moeten we op het einde ook rekening mee houden, want daar kon je zo snel gaan. Ik had er net geen boost meer. Dus ja, daar heb ik ook heel veel tijd op verloren. Ik heb die boost ook wel nodig, of die NOS, voor die bochten. Want dat ding is elektrisch, dus die is veel sneller weg iedere keer. Maar ik heb dat niet. Dus ik gebruik die boost om een beetje op snelheid te komen. Is dit eind? Dit is... Nee, hij is niet eind. Ik loop wel flink uit nou. 84%. Oh boy. Ah! Moet hem op de baan houden! Ja, we gaan hier winnen. Please. Hey, ik moet dat niet hardop zeggen. Want ik zie het wel gebeuren dat hij daar ook ineens weer voorbij vliegt. Maar nog 8%. Nos! Volle bak! Eerste finish. Ja, dit is inderdaad een groot verschil. We hebben nou een tijd van... 2.48. Net zaten we ergens in de 50. Dus de auto is gewoon sneller door die upgrade. Noted. Nou ben ik benieuwd wat de volgende race gaat zijn. We gaan nog één van deze races doen. En dan gaan we daarna een andere playlist doen. Maar wat gaat de volgende auto zijn? Great job. Ik had eigenlijk meer geld moeten krijgen voor deze race trouwens. Want dit was een lastige race. En de volgende is met een Bugatti. Dream Bugattis. En ik herken die afbeelding. Ik weet niet hoe die Bugatti heet. Maar ik weet wel dat ik hem in de Crew 2 had. En er is hier ergens... Een kerstpakket. Kunnen wij die vinden? Ik gok hier op die racebaan. Hij begint... Ja, hij begint snel te piepen. Hij zit... Oh, ja, 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 ja. Dit is gewoon weer een roze. Dat zijn wel een goede treasures. Er zitten goede onderdelen in. En we hebben dus net gezien dat we die ook echt hard nodig hebben. 37.000 crew credits. Of niet crew, dat was dat maar zo. Cash. Oeh. Ja hoor. Lekker man. Ik zie niks met die zon. Holy wat naar. Ja, damn. Die zon staat zo laag. Ik kan de weg amper zien. Ja, wat zou een goede volgende hypercar zijn? Als we een nieuwe auto zouden kopen. Laat achter in de comments. Wat is een goede suggestie? Is het aan mij of is het weer veranderd? Weer is omgeslagen. Het wordt ineens zo donker. Storm aan. En hier moeten we zijn. Oh, sorry. Dit is een race met Bugattis. En we kennen een loner. Gelukkig maar. Het is niet dat we elke keer al die auto's moeten kopen. Kijk ook hoeveel uitlaten die auto heeft. 6 stuks. Oké, okay, dit is dus de laatste race die we doen voor deze playlist. En dan gaan we zo meteen misschien nog even verder met... Ja, zo is het anders. Another dream manufacturer has lent us two unbelievable concept cars. Elegant, impressive,
and elusive. Ik wil die linker, die wil ik. Weet je wat er is met die auto? Die Barchetta, het lijkt een beetje alsof het zo'n speelgoedautootje is. Zo'n kleintje, weet je wel, voor kinderen om in te gaan zitten. Kijk dan! Hij is wel heel vet. Dan moet hier zometeen eigenlijk even cockpitvuur rijden. Want we hebben een mooi open dakje. Maar eerst wil ik even gewoon de auto bekijken, want ik heb hem nog nooit gezien. Ik vind het ook een vette kleurencombinatie. Dat rood en dat goud. Lijkt een beetje op Iron Man. Oh, dit is ook hetzelfde wat we eerder deden. Oh, dit... Hey guys, we're kan weer een lastige rit worden. Ik durf nou geen cockpit vuur te doen, want meestal gaat het fout als ik dat doe. Dan crash ik gelijk. Oké, ik moet toch even erin gaan zitten. En dit is de cockpit view. Het lijkt eigenlijk heel erg op die Veyron. Qua interieur. Dat valt me vies tegen, man. En dit is ook weer zo close, jongen. We hebben nog net 4 seconden over. Dat is niet veel! In and out of the city in just seconds. De game is lastig, jongen. Ik wilde dat de game lastig was, maar de game is lastig. Oh, we zitten pas op de helft nou. Dit is zo spannend. Dat je kan gewoon geen seconde wegkijken of je crasht of zo. En dan is alles voor niks. Kijk deze wegen, joh. Dit ziet er toch insane uit zo. Zo mooi. Aan het water. Wauw. Ja, ik heb het eerder al gezegd, maar die map ziet er zoveel beter uit dan van de Crew 2. Al ben ik wel bang dat hij misschien toch echt wat te klein is. Want ik heb nou natuurlijk al wat meer uren ingestopt. En het is misschien niet eens dat hij te klein is, maar ik denk dat de indeling een beetje raar is. Want je hebt in het midden heb je één lange snelweg. En ik denk dat je gewoon te vaak op dezelfde weg op en neer gaat rijden. Daar ben ik bang voor, maar... I don't know. Wat ik ook bang voor ben, is dat we dit misschien niet gaan redden. Want ik heb iedere keer maar net een paar seconden... een paar seconden over. En die komen waarschijnlijk straks te kort. Dat is wat ik vermoed, maar we gaan het zien. Just a few more checkpoints. Ja, dat is al best. 5. 4. Nee! Dude, dit is zo close nou. Dit is het laatste stukje, nog 10%. Dan hebben we nog 15 seconden. Ik denk dat dit gigantisch close gaat zijn. Of we gaan het net wel of net niet halen, maar... Oh! 5, 4, 3, 2... Oh mijn god, ik had nog 1 seconde over. 3-0-8. Ik weet niet of dat een goede tijd is, maar volgens mij is dat een flink nette tijd. Ik weet niet of ik deze difficulty nog kan blijven spelen. Is niet goed voor mijn hart. Oh my god. Oh, dit is zoveel lastiger dan die gewone races. Zoveel lastiger. Ik moet ook zeggen, die auto rijdt heel fijn. En ik vermoed dat de volgende race in deze playlist dan dezelfde twee auto's zijn waar we uit konden kiezen, maar weer tegenover elkaar. Maar die gaan we dus niet vandaag doen. Maar ik gok dat het gaat zijn. Wat we dus eerder ook hadden met de Iguista. Oh, die race was zo intens. Oké, wat ik al zei. Oh, we hebben hier een slalom ding. Oh, wat een rare plek voor dat ding. We doen even deze slalom. En dan rijden we er even door naar een ander event. Ik gok een Liberty Walk event. Omdat we daar al best wel ver mee zijn. Dus dan kunnen we misschien die langzaam maar zeker afmaken. Ik weet niet waar we heen moeten rijden trouwens. Ik rij wel leuk deze kant op. Maar ik heb geen flauw idee of het de juiste kant is. Dus we pakken de map er eens even bij. Daar is hij voor. Ja, helemaal het uiteinde van de map. Daar moet ik zijn. Oh, maar ik kan fast travelen. Niet daar. Maar wel hier. Hartstikke idee. Er is trouwens nog een muscle car event naast me. Maar ik wil die Liberty Walk afmaken. Dat gaan we binnenkort echt even doen. Ik weet zo niet hoeveel events er nog zijn. Waarschijnlijk 3, misschien 4 races. Dus waarschijnlijk dat we dat inderdaad zo snel mogelijk gaan doen. Hallo! Nou, Peak Performance heet dit. Ik zag net een afbeelding van een NSX. Ja. Dat is nou niet echt Peak Performance in mijn optiek. Oké. We kijken een loner. Ja, we hebben die auto niet, dus logisch. Acura NSX. Ik zei de laatste keer Honda NSX. En iemand in de comments werd daar boos om. I mean, Honda, Acura, same thing. Come on.
Oh. Kijk, die Lamborghini daar, dat is eerder peak performance. Ik moet zeggen dat ik deze wel stijlvol getuned vind. Hij is breder, grote spoiler erop en zo, maar... Is de framerate wat lager? Hmm. Oh, een witte F40 is ook vet. Dat is ook nice. Maar ik gok dat, dat deze race een stuk makkelijker zal zijn dan die race die we net deden. Want die, die time trial dingen, volgens mij zijn die echt een stuk lastiger. Ook al word ik nou wel door iedereen ingehaald ineens. Alsof er iemand een switch omzet. Like, what the hell? Dat is apart. Maar ik gok dat we dit wel gaan winnen. Wederom weer een heel vies laagstaand zonnetje. Dat is een probleem. Hier hebben we nog een andere NSX. In het grijs. Nee, ik weet niet wat ik mooier vind. Het grijs staat hem goed. Ja, dit gaan we winnen. Zeker. Dit wordt hem wel. Wat rijdt er eigenlijk vooraan? Kan ik zien wat voor auto dat is? We hebben die F40, maar daarvoor rijdt nog een blauwe auto. Is dat een Lamborghini? Lastig te zien. Maar je merkt toch wel dat we echt wel te traag zijn voor deze races. Hey, ik kan ze inhalen puur door die bochten. Later remmen en zo. En beter nemen. Maar al puur op snelheid maak ik geen kans. Hij zit me letterlijk vooruit te duwen trouwens. Ik vind het helemaal prima. Als het werkt. Maar wat is dit? Ik doe die zon en die weerspiegeling op de weg. Ik zie niks. Wat een puinhoop. Dat is een Audi. En R8. Oh, shit. Ah. Ging net goed. Ik remde al best wel laat. Dat is een R8'tje. Ik denk dat de R8 een hele goede auto zou zijn voor deze game. Om te kopen. Want die dingen zijn helemaal niet zo bijzonder duur. Rijden altijd heel fijn. Maar er is nou dus geen enkele reden om auto's te kopen. Omdat je dus geen normale races kan doen. Ik blijf het apart vinden. Ja, het idee dat ze alleen die playlist hebben is gewoon zo gek. Oeh! Komt er mooi voorbij. Nee! Ja, dude, jij bent gewoon sneller. Ik weet het. Doe daar niet zo stoer. Wacht, we hebben nog helemaal geen cockpit gereden. Kijk, hier zitten we erin. Het is ook geen heel bijzonder interieur, want het is gewoon een Honda, nogmaals. Dus ja, heel veel kan je ook niet verwachten dan. Dat is best wel lullig, want deze auto's zijn volgens mij wel bijzonder duur voor wat het is. Maar we zijn ineens flink aan het uitlopen. Ik weet niet wat er gebeurd is erachter. Oh, hij komt er weer aan. No. Ik moet die NOS bewaren. Niet dat hij me net op het einde nog ingetalen recht voor de finish. Volgens mij is de top 3 prima. Maar wij zijn hier natuurlijk puur voor de winst. Hè? Dat is maar één ding wat telt en dat is die eerste plaats. En die hebben we. Maar het was alsnog behoorlijk, behoorlijk close. 3.35. Ik vind hem wel echt vet met deze kit. Dat moet gezegd worden. Het scheelde nog niet eens een seconde. Dus zoals ik al zei, dat is toch allemaal... Het is altijd vrij close. Maar ik denk dat wij gaan stoppen. We zijn ook net geen level omhoog hier. Kan het nog? Het kan niet, helaas. 16k. Is nu op $230.000. We hebben weer een hele hoop nieuwe parts gekregen. Maar dat is allemaal voor de volgende keer. Dus we gaan hier de video beëindigen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. We gaan dus binnenkort weer verder met waarschijnlijk ook deze auto. Maar waarschijnlijk eerst nog eventjes die Liberty Walk dingen. Misschien nog wat offroading erbij. Maar laat maar in de comments achter wat jullie de volgende keer willen zien. Vond je het leuk? Drop een like hier. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot al snel. Houdoe.